Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Marius vs. Oh Jezus. En vandaag is een bijzondere aflevering, want we doen niet normaal 3 tegen 3. Maar we doen 4 tegen 4, dus we zitten vaak wat zien. Oh, meer. Oh, yes. Wat? Jezus. Maar als je het vaak wat zien, oh, niet reageert, dan like zeker deze video. En dan gaan we ze proberen wel te scoren zonder dat die genakt wordt. We moeten tegen 3 AI's. Oei. Oei 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 oei. Oei 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 oei. Nou. Zo. En op af. Zo. En dan hoop dat iemand hem doortikt en niet voor het doel gaat. Kijk, ik tik hem zo, dat die gast hem verder kan tikken. Wat gaat hij doen? Gaat hij even voor het doel nog een laten liggen? Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. We vragen om een tegendoelpunt. Dat is een vraag om een tegendoelpunt. Ik kan zeggen, dan had ik die bal daar nog moeten geven. Ja, ik beuk hem gewoon weg. Ah, oh, jammer. Wat doet die gast? Oh mijn god. Wat doet die gast? Kijk, als hij daar goed getimed had, had hij hem zo kunnen hebben. Maar hij springt gewoon random ergens naartoe. Helemaal niet getimed. Helemaal gewoon uit het niets. Ja, nu hij weer. Zo, dan komt hij voor. Misschien een klem zat door mijn eigen teammate waarschijnlijk. Zoals een keer hier. Ja. Zo. Jezus. Als je, dan moet je het. Ja, oké. Ik geef een voordeel van de twijfel. Ik weet niet wat hij daar deed, maar. I don't know. Zo. Oei. Nee, dat vind ik. Nee. Nope. Nou, nu de bal goed en dan. Ha, psych. Ha, psych. Ha, psych. Ha, psych. En nou is er niemand die hem erin knalt. Ik kom met 3 andere jongens. Geen één heeft de kracht om die bal erin te schieten. Ik speelde voor mijn gevoel 4 tegen 1. Zo. Nou, nu geef ik hem voor. Wel of toch niet, want hij stuit net van de. Jezus, stuit net van de muur af. Ja. Hier heeft hij zoveel geluk bij. Maar wat doet hij? Hij raakt hem hier. Dan gaat hij de lucht in. Ja. Zelfs gescoord door de AI. Oh mijn god. En ik dacht ik vlieg er nog naartoe. Probeer hem nog tegen te houden. Als
Zat al de goede hoogte, maar net iets te ver naar links. Ja, zo verlies je helemaal. Als je zo speelt. Zo. A, U, B. Dat vind ik jammer. Ja, ik had voor die boost. Oh, dat is jammer. Ja, nog jammerder. Doorgetikt, doorgepopt, zo gezegd. Poink. Ah. Eerst potje verloren, maar we gaan gelijk door naar het volgende. Ja, mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. Hopelijk gaan we dit wel winnen. Ik had hier misschien iets beter op door kunnen mikken, maar ik geef hem alsnog. Zo. Ja, is te slap en iets was denk ik iets, ja, was iets te ver naar rechts, maar deze kan meer kans maken. Maar was ook niet te strak. Of niet te strak. Niet te strak genoeg. Oh, nee. Die was kansloos. En huppakee. Yes. Nice save. Ja, dat is goed. Maar nou moeten wij dus nog scoren. Nee. Ja, ik vlieg gelijk door naar deze boost. Zo. Ja, dat doet hij goed. Alsjeblieft. Kom even voorbij. Even voorbij. En gelijk een doelpuntje meegepakt. Oh, mooi. Mooi, 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 mooi. Mooi, 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 mooi. En invliegen. Explosiegevaar. Ook altijd fijn. Ook altijd fijn. Tuk. Mooi, ik heb hem. Boost. Yes. Yes. Mm-hmm.
Nee, jongens. Van alle kanten gaat hij de verkeerde kant op. Nu heb ik hem. Zo, nu heb ik hem ook gelijk breed gespeeld en... Ah, jammer. Ik ben benieuwd hoe hij hem gaat spelen. Blijf je gewoon op een post staan en dan boink. En dan achteraan. Ik had iets te veel snelheid, maar maakt niet uit. Krijgen we ons nog wel voor. Het is dat hij niet spinde. Maar zou ik hem misschien nog erin kunnen tikken? Of erin gedraaid? Zou het wel een mooie actie zijn geweest. Was het alsnog, maar... Een mooie actie met een... helaas niet goed eind. Ja, ik weet niet wat er gebeurde. Ja, het zeg maar, ik tikte hem half. Ach ja. Zeg, ik pak lekker de boost. Ik ben benieuwd, waar komt de bal? Hoe komt de bal? Oké. Ja. Ah, niet al. Dat doe ik. Het gaat echt lekker soepel weer. Zo. Oké. We moeten... Ja. Ik wil zeggen, we moeten wel gaan winnen, maar op deze manier gaat dat niet. Ja, wat zeggen. Wat een redding. Het doel was leeg. Nou, als we deze nou er een keer in ruggen, maar... Twijfel het. Geen boost. Maar valt nu goed dus. Zou je zeggen. 5. Zo, nee. Ik heb hem nog. Misschien. Nee. Helaas, de potje ook net niet gewonnen. Maar we gaan gelijk door naar het laatste potje van vandaag. Jeetje. Wat? Waar is mijn... Ja, nou doet dit. Wat zeg ik? Mijn muis reageerde niet helemaal. Zo. Dat was een gekke triple op een... Poink. Take the boost en ha, jezus. Dan zie ik die ook nog nakt. Ja, ik probeer nog te remmen. Maar... Helaas mocht het niet baten. Helaas. Dun. Jezus. Zo, nice tegengehouden. En ook je tegengehouden. Gekke backflip. Zo, want aangezien dat een AI was, niet echt dingetjes kan handelen. Dat doet hij wel goed. En oh, bijna eigen doelpunt. Maar alsnog wordt hij gescoord. Mooi. Gerechtigheid.
so. Wee, kijk eens safe. Ik weet niet waarom ik omhoog schoot, maar zo. Zo. Wat? Ik probeer hem nog te verdedigen en in één keer reageert die gast. Als die... Dat duurt ook wel veel te lang. Ja. Nou, ik heb boost. Echt. Zo. Maar je moet ze dan openbreken. Vooral als het 4 tegen 4 is, dan moet je de tegenstander het spel of de verdediging openbreken. Hier doet hij weer niks. Ja, wat zeg ik? Het was simpel naar rechts springen. Heel simpel. Nou had hij hem. Heel simpel. Ja. Ik heb een AFK team of zo. Ja, maar, ja. Ja, maar dat we zo moeten afsluiten, hè? Ja, ik moet zeggen, dan wordt fully defense mode, hè. Ja, en als ze ook alle geluk vinden, alle geluk hebben, jezus. Hij schiet gewoon een beetje random en dan niks is het binnenkant paal. Die gast. Doet mee en heeft gelijk laten je teen niet eens iets. Jezus. Ja, waar doen ze niks. Ik heb weer boost, maar... Ah, oh, ja, dat is jammer. Even kijken, zo. Poink. Ah. Vond ik jammer. Daar vond ik zeer jammer. Zo. Helaas, laatste potje moeten verliezen. Maar als je het vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik weer de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Fucking mensen.